BNP Paribas Fortis stelt voor. Bigfoot Junior is een animatiefilm van Belgische makelij over een tiener die ontdekt dat zijn vader de legendarische Bigfoot is. Deze film is fantastisch. Goed gemaakt door onze ploeg hier qua animatie en qua de look van de film is echt fantastisch. Ik ben echt trots op die film. Nice performance, Wilbur. Ieder toeschouwer, dat ze heel jong zijn, of teenagers, of de ouders, die gaat iets vinden in de film die hen aanspreekt. Het is de eerste keer, denk ik, dat we zo'n film met een wide appeal maken. Knock wood, maar ik hoop dat het een succesvol verhaal gaat worden. En Michael Roskam draait 6 jaar naar Runskop met Le Fidèle, weer een film op Belgische bodem. In de eerste plaats zou ik toch met Le Fidèle een liefdesverhaal vertellen. Een beetje ingebed en ook in een soort criminele context opnieuw. Een beetje geïnspireerd door die bendes uit de jaren 90. En daar heb ik me laten inspireren door al de toch wel bijzondere liefdesverhalen van die jongens. Want naast het feit dat ze gangster waren, hadden zij ook hele duidelijke liefdesverhalen. Trompeut verkoopt. Ja. Adèle Exarchopoulos en Matthias Gunnaert. Ik wou moeten oefenen op haar achternaam. Ja, het zijn twee fantastische acteurs. Toen ik het verhaal aan het schrijven was, was haar personage ietsje ouder. En ik heb het speciaal verjongd nadat ik La Vie d'Adèle had gezien. En Matthias ook, toen ik hem zei van ik heb ons BB gevonden, hè, want zo heet ze. Hij zei wie? Ik zeg ja, Adèle. Hij zei van topmaker, dat is het. Echt die ongelooflijke naturel van Adèle is jamais vu, ja. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.